Misschien wel de vetste launchtitel voor de Xbox One, die heb ik hier kunnen zien op de Gamescom, Rise, Son of Rome. What once was, can be again. If a son of Rome were to rise. Het zonnetje van Rome, zoals je dat altijd zo mooi zegt, Rob. Maar ook misschien wel het zonnetje voor de Xbox One launch. Inderdaad, inderdaad. En jij hebt hem op de E3 gezien. Ik heb hem hier op de Gamescom gezien. En Rise, Son of Rome is natuurlijk een game waarin je teruggaat naar het Romeinse tijdperk. En daar stap je in de schoenen van een Romeinse legionair. En die gaat de barbaren afmaken. Ja. En hoe dat precies gaat, dat heb ik hier dan eindelijk gezien. Het is een game die heel veel gebaseerd is op quicktime events. En dat maakt het zo actievol en zo spectaculair, vond ik zelf op de E3. Valt. Dus op de E3 leek dat inderdaad heel erg. Maar wat ik hier dus heb gezien, is dat het battlesysteem echt gigantisch diep gaat eigenlijk. En dat je veel meer te doen hebt dan slechts op knopjes rammen. Hoe zit het nu? Wij werden in een groot veld geplaatst waar gewoon door barbaren op je afkwamen. En je ook allemaal tegelijkertijd probeerde aan te vallen. Zodat je echt wel overladen werd door vijanden eigenlijk. Dus echt een heel erg lastig om te overleven. En met het battlesysteem draait het vooral om de executies. Dus dat is wel het dingetje dat je goed moet timen wanneer je dus drukt. Dus je krijgt wel het knopje in beeld en dan druk je bijvoorbeeld X en dan doet die executie. Maar hoe snel je dat doet en hoe goed je timing daarmee is, dat heeft heel veel invloed op hoe je verder kunt in het gevecht. Want als je dus een goede timing hebt, dan krijg je een hogere score. Krijg je een hogere score en dan krijg je een betere reward. En die rewards, dat zijn dus focus, extra damage, extra healed en extra power. En dan word je dus ook steeds weer sterker. Dan word je steeds weer sterker voor dat moment. En als je dat dus constant blijft doen, constant goede aanvallen blijft doen, dan kun je je healed balk weer helemaal opvullen bijvoorbeeld. Of dan kun je constant extra sterke aanvallen blijven doen. Maar doe je dan even één slechtere executie, zeg maar, dan gaat het ook weer allemaal naar beneden en moet je weer opnieuw beginnen. Dus je wordt best wel afgestraft als je dus niet echt goed je best doet. Ja, en er zit ook een multiplayer in, dat hebben we hier gezien. En die schijnt dus ook heel spectaculair te zijn. Komen die quicktime events daarin terug? De quicktime battle is daarin natuurlijk hetzelfde. De multiplayer die we hier gezien hebben. In de multiplayer word je in het Colosseum geplaatst in Rome, kent natuurlijk iedereen. En als je de film Gladiator bijvoorbeeld hebt gezien, of bijvoorbeeld de serie Spartacus, dan zie je dat ze van die grote gevechten daarna spelen. Van die grote veldslagen uit de Romeinse geschiedenis. En precies dat doen ze ook in deze game. Okay. En daarnaast is er dus een announcer, een aankondiger, die doet dan een verhaal heel spectaculair, zoals je dat dus uit de films en zo kent. Die dan vertelt, wat is de setting, hoe zit het, wie vecht er tegen elkaar. Vervolgens stormen de gladiatoren naar binnen en daar ben jij de eentje van. En die begint dus het hele gevecht na te spelen. Ja, want ze hebben dus echt een filmisch avontuur ook neer proberen te zetten in zowel dus de multiplayer, begrijp ik nu, maar ook in de singleplayer die ik toen op de E3 heb gezien. Wat je al zei, een announcer noemen ze het, maar dat is een bekend persoon ook uit de films. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die maakt het juist zo vet om die game te spelen. En je voelt je echt een soort van hero uit die time. Dat gevoel had ik in ieder geval bij de singleplayer. Kwam dat ook over in die multiplayer? In die multiplayer ook inderdaad. Je voelt je echt zo'n gladiator die in dat veld staat. Die tegen veel vijanden loopt te battelen daar. Ja, je moet constant op je hoede zijn, zeg maar. Constant dus die executies ook goed uitvoeren. Want anders word je keihard afgestraft. Het mooie aan de multiplayer is ook dat je gigantisch veel vrijheid krijgt aan de manier waarop je speelt, of in ieder geval de levels die je speelt. Want je kunt dus allemaal levels helemaal zelf ook aanpassen. Dus dat je bijvoorbeeld de power-ups daar neerlegt en de bepaalde levels anders inricht bijvoorbeeld. En het leuke is dat je dat dus met Xbox Smart Glass kunt doen. Cool. Dus dan kun je op je tablet allemaal die dingen aanvinken, allemaal plaatsen. Tegelijkertijd ook? Tegelijkertijd natuurlijk niet tijdens het vechten. Nee. Maar wel gewoon in de game. Dus dan zie je dat op je scherm allemaal veranderen terwijl je op je tablet dat soort dingen regelt. En Smart Glass krijgt ook een hele grote integratie verder met de game. Dus echt, je ziet wel dat dit echt een pareltje moet worden van Microsoft, die echt alles van de Xbox One moet ondersteunen. Het ziet er grafisch goed uit, de gameplay is goed. Krijgt natuurlijk een beetje Kinect ondersteuning en natuurlijk de hele Smart Glass ondersteuning. Ja, maar denk je dat Smart Glass nou echt een grote toevoeging gaat zijn die je gaat gebruiken? Of is dat meer een gimmick om de Xbox One's functionaliteit een beetje weer te geven? Het is wel een beetje een gimmick natuurlijk. Je kunt alles ook gewoon prima op je scherm doen. Maar het is wel een grappige gimmick als je toevallig een tablet hebt, zeg maar. En je dat wil gebruiken, is het wel makkelijk dat je gewoon even achterover kunt zitten op de bank. En dat je het gewoon een beetje aan kunt vinken. En op die manier gaat het wel wat sneller allemaal dan door de menu's bladeren met je controller. Ja, dus eigenlijk Rise Son of Rome. Voor mij was het op de E3 eigenlijk al de launch titel voor de Xbox One. Natuurlijk moeten wij wat langer wachten tot 2014, tot die Xbox One uitkomt. Maar kunnen we nu zeggen dat dit het pareltje voor Microsoft wordt? Of gaat misschien toch Forza die plaats innemen? Voor mij is het in ieder geval Rise op deze show. Ik vind het gewoon hartstikke vet. De brute actie zit erin. Het ziet er geweldig uit. Rise Son of Rome is gewoon de actiegame die je bij de launch van de Xbox One in huis moet halen. Dat denk ik ook.